Vorige week was ik op bezoek bij verrassend viltwerk. En dan deze randjes, die gaan allemaal hier omheen. Mm. Oké, nu mag je hem lekker met je ingezeepte handen lekker, lekker wat steviger wrijven. En deze week ga ik op bezoek bij Dunlop Creative. Hallo, goedemiddag. Welkom. Dankjewel. Kom verder. Zeker, ja. Hoe is het ontstaan? Het is ontstaan omdat ik de mogelijkheid kreeg om hier mijn atelier te vestigen. En een unieke locatie om workshops te geven. Je kunt in kleine groepjes kun je naar me toe komen. En ik kan dan verschillende dingen aanbieden. Waaronder glas beschilderen, betekenen en inschilderen en voor je raam hangen. Je eigen skul pimpen. Oeh, je eigen doodshoofd, mag ik zo zeggen? Ja. Ja, skul vind ik altijd zelf beter klinken. Hoe heb je daar zo voor gekozen? Nou, hij heeft in ieder geval een als basis een niet echt lugubere uitstraling. Nee, hij ziet er wel vriendelijk uit inderdaad. Ja. Het is juist het idee om er een vrolijke skul van te maken. Dat is ook binnen 2,5 uur te doen, 2 uur. Wauw, zo heel kleurrijk, ja. Ja. Dit wordt gedaan met vloeipapier, maar je kunt ze ook echt beschilderen. Wat kan men nog meer doen? Schilderen met bijenwas, dat is een hele oude techniek. Wordt al gedaan vanaf 1000 voor Christus, geloof ik al. Wow. En je hoeft er echt niet voor te kunnen tekenen, het is heel rustgevend. Oh, dus het is ook waarschijnlijk net iets voor mij. Ja, precies. Nou, ik weet niet hoe ik moet beginnen, wat ik moet gebruiken. Deze wordt warm, denk ik. Ja, hij staat op een lage stand. Oh ja, ik voel hem al wat warmer worden. Als je de bijenwas op het strijkijzer doet, dan smelt het echt meteen. Oké, dus dat is niet de bedoeling? Dat is helemaal de bedoeling. Oh, het is wel de bedoeling, oké. Dat is helemaal de bedoeling. Dus ik mag niet hierop gaan tekenen? Nee. Je tekent eigenlijk, je maakt een vorm op het strijkijzer. Ja. En daarna doe je je strijkijzer over het papier. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Dan begin ik met deze. Kan dat? Ja. Oké. Oh, dat smelt inderdaad behoorlijk snel. Dit is al genoeg? Ja, probeer maar iets. Heel zachtjes drukken. Maar zie je, iedere keer als je eroverheen gaat, ja, wordt het weer helemaal anders. Ja, precies. Ja. Dus nu is het goud, is alweer helemaal verdwenen. Ze zijn allemaal weer door elkaar gegaan. Maar is het nou belangrijk, kan ik je ook een concrete vorm tekenen? Want dat wordt toch nooit. Het beste is bijvoorbeeld als je de hele onderkant wil, moet je hier één lange lijn. Daar. Ik ga hem even een beetje uit de verte laten zien. Hè? Hier is ik echt zo'n Lord of the Rings-achtig, Mordor-achtig ding. Ik zie daar een vogel. Je gedachte of je hoofd gaat er een bepaalde afbeelding van maken, zeg maar. Dus je gaat de dingen inzien. Nog één laatste stap. We nemen het resultaat. Ja. En een schoon doekje. En nu mag je even flink eroverheen wrijven. Oh, dan wordt het weer helemaal anders. Dan wordt het super glimmend. Wauw. Een authentieke Cyriel van Echtom is dit. Marleen, mag ik je heel erg bedanken voor deze excentrieke en zeer leerzame workshop. Nou, graag gedaan. Ik ben blij dat je het zo'n leuke middag hebt gevonden. En leerzaam zeker. Nou, ik hoop dat meer mensen er lering uit trekken. Dunlop Creative, veel succes en plezier met Dunlop Creative. Nou, dat zal zeker wel lukken. Hoi! Hey, doei!